Voilà, het deeg. Oh, Kelly gaat eens even proeven. Lekker! Kijk! Wow! Hey, superleuk dat je alweer kijkt naar een nieuwe video van Papa Shenky. Ik ben Yannick en vandaag ga ik iets bijzonders koken. Ja, ik kreeg op mijn Instagram onder andere heel veel vragen over hoe ik met de pizza's die ik zelf bakte. Ik kreeg daarna heel veel vragen van, joh, hoe doe je dat dan? Hoe maak je deeg, de saus en noem maar op. Dus bij deze laat ik het nu zien. En stap voor stap. En dan kun je niks missen, kun je deze pizza's zelf thuis maken. Zo, ik zet hem even de camera recht. Ik ga in drie fases uitleggen hoe we de pizza's gaan maken. De eerste fase is deeg maken. De tweede fase is het maken van de saus. De basissaus voor op de pizza. En de derde fase is natuurlijk de pizza bedekken, in de oven zetten, etc. Ik zal laten zien welke ingrediënten ik heb voor het deeg. Als eerste voor 5 pizza's heb je 500 gram bloem nodig. 7 gram gist, een eetlepel zout, nog wat extra bloem om op de tafel te besprenkelen en een bakplaat. Daar heb ik alvast broodkruimels overheen gegooid en bloem. En daar leg ik uiteindelijk de pizzabollen op, zodat ze niet vastplakken en dat ik ze uiteindelijk kan uitrollen. Dan hebben we bakpapier, staat daar, een weegschaaltje, dus om te wegen of je genoeg bloem hebt of niet. En dan water, 350 milliliter water voor alle eenheden die ik heb gezegd. Oké, ik ga de camera weer terugzetten en dan gaan we beginnen. Oh, dat ging nog net goed. Even omhoog en daar zijn we, oké. De eerste fase, stap 1. Bloem in een mengkom. Dit is precies 500 gram bloem. Nou, creëer een klein kuiltje. Pak de zout. Yep, erin. En dan ga je mengen. Oh, rustig aan, alle tijd. Yep, even een paar keer van de zijkant naar binnen. Dat was het. Hier opzij. Pak eerst water, 350 ml water met 7 gram gist. Wat je dan doet, water en gist erin. Zodat je alles hebt. Nou, dan krijg je dit. Dat ziet er zo uit. En dan ga je roeren. Je ziet al dat het een beetje aan gaat dikken. Het is zo'n soort chemisch proces wat zich plaatsvindt. Zo. Dit zorgt ervoor dat het deeg lekker luchtig wordt. Tot je bijna niks meer ziet. En dan giet je het weer in de kom. Als je dit hebt, is het goed. Een klein kuiltje maken en dan giet je het erin. Zo. Nu pak ik een vork. En niet met mijn handen, want dan worden die smerig. Gewoon een vork. That's it. En dan ga je van buiten naar binnen roeren. Van buiten naar binnen roeren. Van buiten naar binnen roeren. Gewoon rustig. Kom je erachter, voel je dat het deeg iets te vochtig is, iets te nat. Doe je een beetje bloemen bij. Uiteindelijk krijg je nu, wat ik nu heb, is dit. Een bolletje. Dus het is al los, je ziet al, het plakt niet echt veel meer aan de zijkant. Nou, dan pak je bloem. Gewoon een klein handje vol. Over het werkblad. En dan laat je hem vallen. Et voilà. Een klein beetje wat je hebt nog. Je wil alles gebruiken. Een beetje bloem eroverheen. Hop. Dan ga je een klein beetje verdelen. Ja. Nou, dan ga je het als volgt. Ga je het deeg kneden. Pak het een beetje zoals het nu is, wat smaller. En dan rol je hem naar je toe. Met één hand hou je hem vast. En dan trek je hem eruit. En dan trek je hem weer naar binnen. Draaien. Hop. Nou, bij mij is het al plakkerig. Ik heb meer meel nodig. Of wat bloem. Ik druk het erin. En je moet echt heel hard even kneden. Ja. Dus daar gaan we weer. Zoals ik net zei. Maak het wat smal. Eén hand hierop. Trek het naar je toe. En dan trek je het naar buiten. Het deeg wil je elastisch hebben. Waarom?
op het moment dat je het gaat uitrollen en je gaat als een pizza maken, is het sterk. En dan krijg je niet gauw van die gaten. Dus nu ziet het deeg is nu eigenlijk al heel elastisch, dus het is geweldig. Hoppakee. Nou, dan ga je hem dus eigenlijk zo een beetje uitkneden, dat je hem eerlijk kan verdelen. Pak je mes en dan snij je dus in 1, 2, 3, 4, 5 stukken. 5 gelijke bollen. Pak je een beetje bloem. En dan ga ik eigenlijk de bol weer een beetje met bloem besprenkelen. En dan maak ik eigenlijk met mijn hand een bol. En dan ga ik drukken, drukken. Yes. En dan uiteindelijk gaat hij in mijn handpalm. En dan heb ik mijn bolletje pizzadeeg. En die gaat dan uiteindelijk hierop komen. Op een bakplaat waar ik een bakpapier heb neergelegd. Wat broodkruimels. En bloem, zodat hij niet vast gaat plakken daar. Oh, daar. En zo ga ik met de rest ook doen. De bollen liggen op een bakplaat. Ik heb nog wat bloem overheen gestrooid. Nu ga ik ervoor zorgen dat ze op een plek komen waar ze kunnen rijzen. Ik heb het rooster er bovenop gelegd, zodat ik een vochtige theedoek overheen kan zetten zonder dat de theedoek de bollen raakt. En nu gaat dit op een plek waar die eigenlijk goed kan rijzen. Dus op een droge of warme plek. Nou ja, ik kies altijd over. Zo. Rob, het is niet warm. Ik heb hem niet aangedaan. Maar dan gaat hij in ieder geval 2 uur lang rijzen. En dan ga ik door naar fase 2. En dat is de saus. Zie hier de ingrediënten voor de saus. Tomatenpuree uit dit pak. En dan gebruik ik een theelepel peper en zout. En dan 2 tenen knoflook. 1/2 eetlepel. Italiaanse kruiden of Mediterrane kruiden, wat je het ook noemt. 1 eetlepel olijfolie. En dat gaan we allemaal mengen. Daarin. Lijkt me zo lekker. Zou ik het gewoon zo eten? Nee. En deze zetten we apart. Dus fase 2, de saus, is klaar. En kijk hoe simpel, hoe snel. En nu ga ik in ieder geval alle ingrediënten op tafel alvast klaarleggen, zodat ik het straks alleen maar hoeft overheen hoeft te doen. Dus ik laat het zien voor de klassieke margarita. En wat zit er in een margarita? Er zit mozzarella in, parmezaanse kaas, de tomatensaus en basilicum. En het deeg. 5 dingetjes. Maar het is zo lekker. En nu even alle ingrediënten op tafel leggen voor het bedekken straks. En ik heb daar nog wat broodkruimels. Waarom? Ik gooi het nog op het laatst. Gooi ik dat op de randen en een klein beetje bovenop de pizza. Dat geeft nog een crispy smaak op het moment dat het erover uitkomt. Echt een tip. En een kwast. Een kwast om eigenlijk wat beter de saus te verdelen over de pizza. Ik heb in ieder geval de pizzadeeg laten rijzen. Zoals je ziet zijn ze groter geworden. En heel mooi in vorm en groot. Ik ga even 1 pizza laten zien hoe ik dat doe. Daarnaast aan jullie. En ik heb de oven tussendoor voorverwarmd op 230 graden. Het is eigenlijk heel hoog, maar het is juist bedoeld om een steenoven eigenlijk na te bootsen. Dus ik ga beginnen. Ik leg een vel bakpapier naast me. En ik heb genoeg ruimte om de pizza in het begin hier uit te rollen. Dus ik pak wat bloem. Die strooi ik hier uit. En dan doe ik de rest van de bloem die ik in mijn hand heb, strooi ik hier weer uit. Hier ga ik uiteindelijk de pizza opleggen. En die schuif ik op, overroosten. En dan gaat hij niet vastplakken of wat dan ook. En dan gaat hij niet stuk. Want ik heb ook pizza's gemaakt dat die wel stuk gingen. Dus dat is zonde. Ik pak mijn deegbol. Kijk, zie je? Heel mooi. Een klein beetje bloem er bovenop. En dan ga ik hem met mijn vuist eigenlijk indrukken. Wat krijg je dan? Dan krijg ik dit. Dus ik druk hem als het ware, druk ik hem in. Zodat ik er eigenlijk een curl heb. En dan pak ik de randen van de pizza. En die knijp ik vast. En het gewicht van de pizza die doet de rest. En dan is het goed dat als je hem heel goed hebt gekneed in het begin. Dan is hij heel elastisch. En dan moet je goed de randen pakken en snel overpakken. Want je wil niet dat het kapot gaat en dan voilà. Ik heb hem uitgerold. Dan pak ik hem op. Zo zie je wel, je hebt best wel wat bloem nodig. En dan ga ik met mijn palmen
de pizzaranden naar buiten drukken. En probeer je zoveel mogelijk een mooie ronde pizza te krijgen. Lukt dat niet, is het helemaal niet erg. Want alle vormen en maten zijn welkom. Heel goed uitdrukken. De pizzadeeg mag lekker dun zijn. Nou, moet je kijken wat je dan hebt. En nu ga ik de pizza saus eroverheen doen. Eén lepel is in principe voldoende, maar ik doe nog een halve erbij. Dan ga je zien wat er gebeurt. Pak ik een kwast en dan ga ik dus van binnen naar buiten. En nu ga ik wat olie besprenkelen. Ik doe mijn duim of mijn vinger op. Nou, nu in dit geval mijn duim. Doe ik het een klein beetje druppelen over de pizza. Dan wat een klein beetje zout. Hup, zo eroverheen. En dan pak ik wat rookduimels. Doe ik een beetje over de randen. Dat geeft een beetje crispy bite. En dan hup, op de rest van de pizza. Haal die op. En dan parmezaanse kaas. Die pak je in je handpalm en je draait eigenlijk over de pizza om het mooi te verdelen. Maar jongens, dit is toch gewoon geweldig. Moet je kijken, je maakt het zelf, hè? Dan mozzarella, buffelmozzarella. En die doe ik altijd in twee stukken te verdelen. Hup. Pakken we basilicum, vers. En je plukt er gewoon wat af, de blaadjes. En die verdeel je gewoon lekker. Jongens, moet je kijken. Die pizza is toch fantastisch. Het ziet toch beter uit dan een restaurant? Of niet? Zeker weten. Ja, lekker. Kijk eens naar de pizza. Tijd om in de oven te zetten. Ik pak een rooster. Zet ik er zo op. En wat ik dat doe, ik schuif die pizza overheen. En voilà. Dus hij gaat in principe 7, misschien 8 minuten, afhankelijk hoe het uitziet, gaat hij in de oven. Het staat op 230 graden. Dus, ja, wow. Ik heb ze even gesneden. Oh, Kelly gaat ze even proeven. Heet, hè? Heet. Zo lekker. Ja? Laat ik ook maar eens even een stukje uitzoeken. Bellissimo. Wauw. Lekker. Zo lekker, de deeg is goed. Buffelmozzarella, super lekker, de saus, hoor, alles. Ik zou dit recept zeker maken op deze pizza's en deel het zeker, want het is, iedereen moet het eten. Zo lekker. Oh. Met wat bloem in mijn gezicht heb ik in ieder geval heerlijk genoten van de pizza, want de pizza was super lekker. En ik ga nu de rest van de pizza's maken voor de meiden. Maar jullie zagen het resultaat, het is super lekker en oh, maak het thuis. Doe het. En kijk deze video, like het, laat een comment achter of je het gaat maken of niet. Of wat voor ingrediënten je erin gaat doen. Nou trouwens, laat me ook weten wat je nog meer wil zien aan video's. Hè? Kookvideo's, wat willen jullie zien dat ik ga maken. Zet maar in de comments, abonneer en like de video en deel het. Hè? Laat zien dat de pizza's maken super simpel is, maar zo lekker. Hoef je niet meer te bestellen. Het is goedkoper en veel lekkerder. Doe het. Tot snel, doei!